Ruud Dijkstra, jij komt terug van een zwaar traject. Je hebt vijver gehad, je bent nog niet geheel hersteld, denk ik. En toch rij je erg goed. Ja, klopt. Ik kom net van de ziekte van vijver. En begin van het seizoen ging het nog zwaar allemaal. Weer terugkomen. En nu sta ik op het WK, dus ik mag wel toch wel heel blij zijn met de deelname. Nou, ik denk dat je geselecteerd bent ook op de manier waarop je rijdt. Want je bent echt iemand die in dienst van kan rijden. Maar je bent ook iemand die kan winnen. En ik denk dat die kwaliteit dat jouw selectie geweest is. En ik moet zeggen dat gezien het ziektebeeld wat je gehad hebt, sta ik verbaasd van de manier waarop je rijdt. Je rijdt hard en je hebt nog veel lucht. Ja, klopt. Winnen dat doe ik nog niet. Maar connecten kan ik heel goed. Dat is wel een beetje mijn ding. En het gaat nu wel aardig goed. En conditie zit ook al aardig goed. Maar ik merk nu wel dat ik gewoon nog niet bij het beste mee kan doen. Maar dat komt nog wel. Dat is mijn eerste WK dit jaar voor de senioren. Dus ik mag dik tevreden zijn.